Ondernemers, schuilt er een ondernemer in jullie? Zeker, zeker. Echt, dat is een topondernemer, hè? Oh, oh, oh. Ik wou eigenlijk, gelijk Steve Jobs, die is ook zo vanuit zijn garage begonnen en zo. Ja. Maar mijn vrouw wil de auto niet buiten zetten. Zijn jullie lid van Unizo? Nee, totaal niet. Nee. Jij wel? Maar we overwegen het, hè? Ja? Wat is dat nu eigenlijk, Unizo? Kunnen we dat in zwart betalen, ja? Nee, maar ik ga wel lid worden, want ik heb gehoord dat die leuke dingen doen. Op woensdag gaan die zwemmen in hun geld. Ja. En op vrijdag gaan die turnen en gooien die zo wat geld over de balk. Krijg je dan ook een lidkaart eigenlijk, Karel? Ja, ja, ik krijg een lidkaart. Ja? Wat kun je dan met die lidkaart? Ja, alles wat je wil weten, ja? Wat je wil vragen, dat kan je aan ons vragen. En wij geven een antwoord. Tof is. En anders op alles? Zelfs privé, problemen en zo. Dus, ja? Ja. Dus Filip zijn discussies met zijn vrouw die haar auto niet wil buiten zetten, ah, dat kunnen we oplossen. Dat kun je regelen. Dat kun je en zelfs van, er komt vier man eten, hoeveel spaghetti moet ik... Ja, maar ik wou iets anders vragen. Ik was van de morgen aan het plassen en ik heb raar bobbeltjes. Zijn dat ook dingen dat... Ja, maar ik heb hier adviseurs. Dat is waarschijnlijk, dan moeten we dat wat Unizo aansmeren.